zijn er! Bijna. Maar nog niet helemaal. Maar nog niet helemaal. Poepie! Koppiekrouw! Hallo mensen. Leuk dat jullie kijken. Wij gaan naar de Efteling. En opa en oma zijn er. En die gaan met ons mee. Heel België heeft vandaag ook besloten om te komen. Aan de hoeveelheid bussen te zien die wij vandaag zagen. Dus het lijkt heel druk. Maar we gaan het zien dadelijk als we binnen zijn. En uiteraard hou ik jullie daarvan op de hoogte. Geen idee of dit al langere tijd er is. Maar het valt ons nu pas op. Het zogenaamde glas en lood effect. Zo, gaan we voor eerst eens even kijken hoe de wachtrij is bij de Fata Morgana. Nou, ongeveer 15 minuten. Dat is nog te doen. Nou, dat viel reuze mee. We hebben inderdaad een kwartiertje gewacht. We gaan nu naar Symbolica toe, de nieuwe attractie. Die geeft aan een 25 minuten wachttijd. We zijn gescheiden door een of andere watervijver. Ah! Kijk, dat is toch echt weer een iconisch beeld, hè? De pagode die hoog in de lucht is. En dan komt zo het Paleis der Fantasieën zichtbaar om de hoek. Dit is de Efteling. Zie je dat in je glazen bol? Ik zie alleen maar groene bol. Ja. Zo, we hebben nu even lekker een boterhammetje gegeten en we gaan nu bij de attractie Droomvlucht kijken. Zou ook de wachtrij ook een 30 minuten zijn, een half uurtje. Dus we gaan heel even kijken of dat inderdaad ook zo is. Zitten we eindelijk in de Droomvlucht? Heeft hij een storing? Nou goed, als het goed is gaat hij zo weer vanzelf door.
we hebben inderdaad ongeveer een half uurtje gewacht bij de dronevlucht. Gelukkig deed hij na een paar minuutjes weer. Er zaten nog geen seconden en hij viel in storing. Maar ze gaven al aan dat je gewoon kon blijven zitten, omdat hij elk moment weer ging starten. Als wij in de attractieparken zijn, kunnen wij het ook nooit laten om altijd een swirl te halen. Lekker ijs met vers fruit. En we gaan nu naar het carnavalfestival. Die is vernieuwd, of in ieder geval die was de vorige keer toen wij hier in de Efteling waren gesloten. Dus we gaan eens kijken wat er eigenlijk allemaal veranderd is. Nou, er waren inderdaad een aantal dingen veranderd in de carnavalfestival. Ik zal kijken of ik een link in de omschrijving kan zetten. Waarbij een overzicht heb wat er precies allemaal veranderd is. We zijn nu lekker onderweg richting Ruigerijk. Dan komen we bij de traptreintjes uit. Dat vinden we altijd wel leuk. En in de verte zien jullie ook de Baron. Die heeft op dit moment een wachttijd van 70 minuten. Dus die gaan wij zeker niet doen vandaag. Dat vinden we echt iets te lang. Maar voor de rest verspreidt de drukte zich redelijk goed door het park heen. Heb je die van opa en oma gekregen? Oh, alle speelfiguurtjes. Wauw, wat gaaf. Zo, we zijn nu onderweg naar de oude Tufferbaan. Deze is ook recent gerefurbished. We zijn ook een beetje opgeknapt, nieuw laagje verf gekregen. En dan gaan we eens een ritje in de auto's doen. Ik ben op zoek naar de pagode, maar ik kan hem eigenlijk niet vinden. Oh, haha, kijk nou daar. Gevonden! In tegenstelling tot alle attracties in Ruigrijk waren de bootjes kon je bijna zo wat doorlopen en dat is ook een unicum, want dat zijn vaak toch wel ook, dit is ook vaak wel een attractie die druk is, hè? Dus even 20 minuten lekker relaxen in het bootje.
we hebben heerlijk ons buikje weer volgegeten bij het pannenkoekenrestaurant in het park zelf. Zoals jullie zagen, hebben we nog even afscheid genomen van Pardoes. We gaan nu richting de uitgang. We hebben weer heerlijk genoten van deze dag. Toch nog veel dingen gedaan. Alleen het Ruigrijk hebben we grotendeels overgeslagen. Maar qua drukte was het voor de rest goed te doen. Ondanks dat we bij binnenkomst enorm veel bussen vol met Belgische kinderen zagen. Die volgens mij hun laatste schoolreisje nog hadden voor het einde van het jaar. Ik ga nu deze vlog afsluiten. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet dan zeker hier beneden niet te doen. Laat ook een blauwe duim achter. En voor nu kunnen wij weer niks anders zeggen. Tot de volgende vlog.